Deze tompoesvulling heb ik net gemaakt om krompoesen te maken. Die moest ik echt proberen. Het is een Zwitserse room en ik ga je laten zien hoe ik het heb Ik begin met 450 gram melk, dat doe ik in een pan. En daar doe ik een vanillestokje bij, zowel het merg als het stokje... En dat breng ik aan de kook. Ondertussen ga ik drie gelatineblaadjes weken in water. En daarnaast meng ik 100 gram suiker met 45 gram kustenspoeder door elkaar in een bakje. Daar voeg ik 50 gram melk in kleine beetjes aan toe. Dus ik begin met een klein beetje en roer het sinds door totdat het een mooi papje is geworden. Daarna dan voeg ik drie eidooien toe en mix ik dit goed door. Als de pan met melk kookt, haal ik het van het vuur en haal ik het van hier stokje eruit. Ik giet steeds beetje bij beetje van de hete melk bij het eimengsel. En vervolgens schiet ik alles terug in de pan. Ik zet het op een laag vuurtje en blijf roeren, 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 roeren. En op een gegeven moment begint het eerst te klonteren. En als je dan blijft doorroeren, wordt het opeens dikker. En dan haal je het van het vuur. Hier zie je hoe het er dan ongeveer uit moet zien. Dan knijp ik de gelatine uit en doe ik het erbij in. Ik roer het er doorheen. En dan doe ik het mengsel in een bakje om af te koelen. Ik dek het af met huishoudfolie, druk dit direct aan op de gele room en dan laat ik het afkoelen. Als het helemaal afgekoeld is, dan ga ik verder om Zwitserse room te maken. Ik neem 300 gram slagroom, hierbij doe ik een zakje vaniersuiker en een zakje klopfix. Dan klop ik het stijf, daarna haal ik de gele room uit de bak en die klop ik los. Vervolgens spatel ik de slagroom door de gele room heen. Let op dat je niet te lomp roert, maar dat je het echt netjes spatelt, zodat de lucht erin blijft zitten. Als dit door elkaar gemengd is, dan is de Zwitserse room klaar. Wil je zien hoe ik hier krampoeten van ga maken? Volg me dan, want die video komt binnenkort online.